Confetter wordt mede mogelijk gemaakt door Centerparks, Eru Kids en Streetsurfing Benelux. Drie kandidaten nemen het tegen elkaar op in drie spannende en spectaculaire opdrachten. Ze worden tot het uiterste getest. Is iemand te bang om een opdracht te doen? Geen punten. Haalt iemand het niet of geeft hij op? Geen punten. Drie kandidaten, drie opdrachten, één winnaar. Cool Factor. De opdrachten die je gaat zien zijn getest door getrainde professionals. Ze kunnen gevaarlijk zijn. Probeer ze daarom ook nooit zelf thuis. Ik ben Patrick Martens en dit is Cool Factor. Ik heb me opgegeven omdat ik vind dat het best wel stoer is om al die uitdagingen aan te gaan. En ik denk dat ik kan winnen. Ik doe mee aan de Cool Factor omdat het me hartstikke leuk lijkt. Ik doe alle soorten punten. Ik ga gewoon door. Sorry. Ik ben Jelina. Ik kom uit Almere. Ik doe mee aan de Cool Factor omdat ik het heel leuk vind. Ik hou ook heel veel van spanning en ook avontuur. Ik ga wel heel erg mijn best doen voor de eerste plaats. Tara, Darren en Jelina. Welkom in Centerparks. Ja. Jullie zullen vandaag geconfronteerd worden met jezelf en met je grootste angsten. Jullie zullen drie extreme opdrachten moeten vervullen. En jullie zullen getest worden tot het uiterste, zowel fysiek als mentaal. Tara, hoe heb jij je kunnen voorbereiden? Ik heb van de week op school heb ik heel veel geoefend met mijn vriendinnen. Ik heb vaak geklommen en nog heel veel dingen gedaan. En Darren, jij wil maar één ding, winnen. Natuurlijk. Tuurlijk. En hoe ga je dat doen? Hoe schat jij je kans in? Nou ja, ik probeer ze allebei te verslaan. En snelste tijd en de meeste punten halen. En Jelina, wat is nou jouw kracht? Rennen? Ja. Denk aan hard rennen. Ik hoop niet dat jullie hoogtevrees hebben. Want voor de eerste opdracht ga je de lucht in. En jullie gaan straks via het parcours tussen de bomen van de ene kant naar de andere kant. Degene die de snelste tijd neerzet, die krijgt 30 punten. De tweede krijgt er 20 en de laatste zal 10 punten krijgen. Ik moet alleen nog bepalen wie van jullie drie gaat beginnen. En daarvoor heb ik jullie naamtekst nodig. Zou ik die mogen hebben? Dankjewel. Degene die moet beginnen, die spits gaat afbijten, is... Tara. Heel veel succes. Tara, ben je er klaar voor? Ja. Oké, 3, 2, 1, go! Laatste stuk. Je bent goed bezig, Tara. Houd het vol. Je bent er bijna. Laatste stuk. En dan ga je.
tijd. Baron, ben je er klaar voor? Ja. Oké, 3, 2, 1, go! Succes, jongen. Daar ga je. Heel goed, dit. Even nu? Ja. Op de touw lopen. Dit gaat hartstikke goed, Darren. Hou vol. Netjes. Oh. En stop de tijd. Shalina, ben je er klaar voor? Ja. Oké, succes. 3, 2, 1, go! De tijd is gestart. Heel goed, Shalina. Concentreer je goed. Hou de tempo vast. Heel goed, Shalina. En de tijd is gestopt. De kop is eraf. De eerste opdracht is gespeeld. Laten we eens even gaan kijken hoe goed jullie het hebben gedaan. Tara, jij begon deze opdracht. Jouw behaalde tijd is 3 minuten en 18 seconden. Darren, jouw behaalde tijd in deze opdracht is 2 minuten en 25 seconden. Maar toen kwam Shalina. En jouw behaalde tijd in deze opdracht is 4 minuten en 59 seconden. Oké. En dat betekent dat ik namelijk punten ga uitdelen. Want Darren, jij hebt deze opdracht gewonnen. Dus 30 punten voor jou. En Tara, jij verdient 20 punten omdat jij tweede bent geworden. En Shalina, jij krijgt 10 punten. Laten we gewoon beginnen met opdracht 2. Na opdracht 1 heeft Tara 20 punten. Darren heeft 30 punten. En Shalina staat onderaan met 10 punten. De eetopdracht. En Pierre, onze fantastische chefkok van vandaag, of van elke week natuurlijk, die heeft weer iets bijzonders klaargemaakt. Ik heb het nog nooit gegeten. Zometeen krijgen we dat te horen. Eerst een startgerechtje. Dit is fantastisch. Dit is namelijk huisgemaakte sappel. En ze kunnen hier extra punten mee verdienen. Ja, als jullie dit hapje opeten, dan verdien je 5 punten. Wil jij een lepel sambal voor 5 punten opeten? Ja. Helemaal, ja, oh, lala, heel goed. Wat gaat er door je heen? Worden je oren al warm? Ja. Maar ik vind het wel cool, want je hebt de cool factor. De 5 punten zijn binnen, Shalina. Heel goed. Doe jij? Ja. Voel je ook wat lief? Ja, mijn tong wel. Maar niet echt heet? Nee. Nee? Ja, een beetje zo. Kap hoor, hey. Ik heb ook wel goed gemaakt het nou, hoor. Hey. Nee, dat ga je niet doen, Pierre. Is die heet? Weet je? Pierre!
Wat doe je? Lekker. Ook 5 punten verdiend. Maar nu komt het hoofdgerecht. Ben je er al klaar voor, Pierre? We moeten even nog een minuutje wachten. Nee, want ik heb iets heel moois gemaakt. Okay. Iets wat niet pittig is, maar wel heel veel smaak heeft. Wat zou het zijn? Ik zou zeggen... 3, 2, 1... Oeh, nou dat ziet er verdraaid lekker uit. Ja, hè? Salina, wat denk je wat het is? Geen tomaten. Is het zo met tomaat? Het is, ik zal het vertellen. Ja, ga het even vertellen. Luister even naar Pierre. Het is namelijk kwal. Salade van kwal. Ja? Kijk hier. Ik zie een paar geschrokken gezichtjes, dit heb je nu op je bord liggen. En vooral de tentakels dan, hè? Die zijn eetbaar. En dit is zo lekker gemaakt. Elk blaadje of elk vakje wat je leeg eet met kwal is 5 punten. Eet je alle 4 op, plus het garnituur, de tomaat en de komkommer, dus alles, het hele bordje leeg. Dan krijg je 5 bonuspunten en dan kan je 25 punten verdienen. Shalina, ja? Jij bent aan de beurt, jij mag beginnen. Ben jij er klaar voor? Ja. Dan ga ik aftellen. 3, 2, 1, go! Gaat goed. Dan zeg ik eerst eentje doorslikken. En lekker? Nee, dit is echt lekker, man. Probeer rustig te blijven, Shalina. Het is een beetje taai, dus rustig kouwen. Maar ze kwal altijd een beetje taai. Zie je, weg. Je moet even wel winnen ook, hè? Oké, kom, hapje 2, kom. Kom op, Shalina. We zitten in de tijd, hè? Kom, nu sneller, hè? Nu het is gewoon lekker, het is niet vies. Gewoon, kom op. Kouwen, slikken. Kouwen, slikken. Kouwen, slikken. Kom op. 3, je hebt maar 10 punten. Binnenhouden. Binnenhouden. De achteren weer. 5, 4. Slikken. Drie, eerst helemaal twee, weg. Anders heb je punten niet. Helemaal weg. Moet helemaal je mond leeg zijn. 1. Moet helemaal leeg zijn. En stop de tijd. Laat me zien. Ja. Hartstikke leeg. Goed gedaan, Shalina. 2, dat is toch 10 punten verdiend. Heel goed. Ga Darren. Goos. Ja. Aan jou de eer. Ga je het doen of niet? Ja. Oké. Okay. Dan ga ik aftellen. 3, 2, 1, go! 2 minuten zijn ingegaan. Dit gaat makkelijk, hè? Lekker? Beter. Ja, niks mis mee, toch? Oh, laat dit wel snelheid, man. Wat goed, man, Darnay. Moet ik even alles meekrijgen? Ja, je gaat naar de 10 punten. Je bent een held. Cool, fuck. Kikken, man. Gaat goed. Yo. Je gaat goed. Ja. Naar de derde. Wat goed, man. Ik ben trots op je. Vies bestaan. Goed, man. Goed. Oh. 20 punten, man. 20 punten. 5. Hier. Daar op de laatste. Doe het maar. 3, 2, 1. Voor de bonuspunt. Stop de tijd. Woehoe. Zeg. Dat ging goed. Ja. Jij hebt de kans om de meeste punten te scoren, dus het is spannend. Je kan nog meer punten dan Darren hebben. Ja, Tara, als je hele bord leeg is, heb je die bonuspunten. Ik zou zeggen, ben je klaar voor? Ja. Oké, 3, 2, 1, go! Oh ja, sliertje voor sliertje. Misschien een hele andere techniek. Lekker. Is lekker, dankjewel. Yes, kicken. Maar een goede techniek ook. Oh. Slijmerig. Probeer ze in één keer. Valt mee, toch? Dus jij is lekker in mijn plaatje. Ah, zie je, dat is de kok, hè? Nou, dat zou ik lekker door eten, want je taart het ook door. Je hebt al 5 punten nu. Als je binnenhoudt en niet uitstuurt, heb je 5 punten. Is het helemaal leeg? Nee. Oh. Probeer dan even zo. Even ademhalen. Kom op. Ja, goed zo. 10 punten nu. Kouwen. Ja, ze gaat je inhalen, man. Ze gaat je inhalen. Ja. Het gaat goed, hoor. Ik ben echt trots op. 5, 4, 3, 2, 1. Overschool. Stop de tijd. Ontnomen. Oké. Nou,
Slik het maar eens even door. Kijk maar. Ik heb nog 3 kwallen in de mond. Nee, dat kan echt niet. Ja, jullie hebben toch bewezen dat jullie alle 3 een cool factor hebben. En Shalina, je had ook een startgerechtje gegeten, daar heb je al 5 punten voor gekregen. En ook 2 porties van het hoofdgerecht. In totaal 15 punten. Heel goed gedaan. En toen kwam Darren. Ook jij had 5 punten verdiend met het startergerechtje. En je hebt 4 porties gegeten. Heel goed gedaan. 20 punten plus die 5, 25 punten. Ongelooflijk. Van harte gefeliciteerd. Ongelooflijk goed. Ja, en Tara, ook jij hebt 5 punten verdiend met het startgerechtje. En ook 5 punten met het hoofdgerecht. Bij elkaar is dat 10 punten. Ja, en dat betekent voor deze opdracht dat Darren heeft gewonnen. Ja! Nou, je bent blijer dan Darren zo te zien. Je hebt gewonnen, ja. Darren. Ja. Ben je nou zo'n coole dude die dan denkt, dat wist ja, ik. Ik wist ook gewoon, ik ben gewoon 10 keer beter dan hun. Oh. Nou, Darren, ik hoop dat je bij de derde opdracht ook zo vol met zelfvertrouwen zit. Want die strijd is nog lang niet afgelopen. De derde opdracht. Na opdracht 2 heeft Tara 30 punten. Darren heeft 55 punten en Shalina staat op 25 punten. Het gaat er nu echt om spannen. Wie van jullie is de snelste? Wie is de sterkste? En wie heeft het doorzettingsvermogen? Voor de laatste opdracht heb ik jullie meegenomen naar dit meer. En op dit meer kun je echt fantastisch waterskiën. Alleen dat gaan jullie niet doen. Wat jullie gaan doen, dat is echt regelrecht stuntwerk. Jullie gaan zometeen zitten op die verhoging. Jullie pakken het touwbeet en vervolgens worden jullie keihard door het koude water heen gesleurd. Degene die het snelste bij de target is, die wint deze opdracht. Dus, hoe langer je vasthoudt, hoe dichter je bij de target komt. En laat je nou echt veel te vroeg los, dan zou je er toch echt naartoe moeten zwemmen. Haak je af, dan krijg je helaas geen punten. Degene met de snelste tijd, die krijgt de 30, de tweede krijgt de 20 en de laatste krijgt 10 punten. Ja, Darren. Sta je weer. Stoere, coole dude. He? Doet je allemaal niks, deze opdracht? Nee hoor. Nee? Jij gaat er gewoon doorheen. Ja, ga gewoon doorheen. Je hebt spierballen. Vol zelfvertrouwen. Als je te vroeg afhaakt, dan moet je er helemaal naartoe zwemmen. Hè? Dat is een heel stuk. Shalina, jij gaat als eerste. Ben je er klaar voor? Ja. Goed zo. Succes. Hou je goed vast. En dan ga je. Go! Hou vast! Heel goed! Vasthouden! Goed zo! Hou vast! En los! Zwemmen! Zwemmen! Is gestopt. Ja, Tara, nu is de beurt aan jou. Goed vasthouden, dan komt het helemaal goed. Ja, en Shalina heeft de tijd neergezet van 54 seconden. Dat is ongelooflijk snel. Dus wil jij winnen nog, dan zou je toch die tijd moeten verbeteren. Gaat dat lukken? Ja. Goed zo, dan gaan we. Goed vasthouden. Ja! Go! Hou vast! Vasthouden! Heel goed, Tara! Ze houdt het vast, heel goed! Vol! En los, en nu zwemmen! Zwemmen! Kom op! Je bent er bijna! Stop de tijd! Dat is vet! Oké, Darren. Je weet wat je moet doen. Vasthouden
en heel hard zwemmen. 53 seconden. Die tijd moet je verbeteren. Wil je die 30 punten halen? Ja. Dus kom maar door. Hij is er klaar voor. En go! En vasthouden, hè? Heel goed! Negeer die ene! Gewoon doorgaan! En los! En nu zwemmen! Zwemmen! Kom op! En stop de tijd! Goed gedaan, Darren. De laatste opdracht is gespeeld. Shalina, jij was de eerste die door het water heen werd gesleurd. Je hebt een hele mooie tijd neergezet, namelijk een tijd van 54 seconden. En toen was de beurt aan jou, Tara. Helemaal door het water heen, goed vastgehouden en een tijd van 53 seconden. 1 seconde verschil. En toen kwam Darren. Jouw tijd is 48 seconden. Wow. Maar dat is wel snel. Dat is ongelooflijk snel, Darren. En dat betekent ook dat jij de laatste opdracht hebt gewonnen. Hartelijk gefeliciteerd. Ja, dus de 30 punten, die gaan naar jou. Ja, en wat betekent dat nou toch voor de eindstand? Ja, Tara, je had al 30 punten, er kwamen er 20 bij. En dan kom je op 50 punten. En Shalina, jij had 25 punten, komen er 10 bij, kom je op 35 punten. En Darren, jij had al 55 punten, komen er 30 bij, je hebt 85 punten. Dus dat betekent, Darren, dat jij de winnaar bent van Cool Factor. Yes! Yes! Ja. Ben je er blij mee? Ja, zeker. Of had je het wel verwacht? Nou, eigenlijk had ik het wel eigenlijk verwacht. Hè. Maar jullie deden het ook al een beetje voor. Nou, je hebt hele twee sterke tegenstanders gehad. Jullie hebben het echt fantastisch gedaan. Maar ja, er kan maar 1 iemand winnen. En de hoofdprijs, die gaat naar jou, Darren. Maar ja, wat is de hoofdprijs? Nou, dat is een hele stoere fiets en een originele street server. Die is voor jou. Maar omdat jullie zo je best hebben gedaan, krijgen jullie ook een street server. Van harte gefeliciteerd. Wat? Een hele zelfverzekerde winnaar en 2 hele stoere verliezers. Ja, en ze hebben grenzen verlegd en er zijn angsten overwonnen. En dat kan alleen maar hier in Cool Factor. Dus tot de volgende keer. Goed gedaan, jongen. Cool Factor werd mede mogelijk gemaakt door Centerparks, Eru Kids en Streetsurfing Benelux. Zometeen Henry Danger.